komt gewoon alles af. Ja. Remco wilde helpen, hè? Dus die ja, daarom. Juist leuk. Hartstikke goed, joh. Vind je het leuk om misschien samen te doen? De show. Wat? Wil je hem alleen? Weet ik niet. Want het wordt wel helemaal panter, hè? Mm-hmm. Mijn achtergrond. Ja, maakt mij niet zoveel uit, maar mocht het leuk zijn, dan... Denk er maar even. Jawel, kunnen we er niet iets dan van een spelprogramma van maken of zo? Ja, ik dat zou ik wel heel leuk vinden eigenlijk. Ik had een paar maanden geleden ook een ideetje. En daarom zei Jess ook met die crypto-update. Ja. Ik had dan een kopie van technologie. Dan valt dat dan onder. Daar ben ik ook mee naar jou toch? Nee, hebben we nooit afgemaakt. Nee. Ik vraag of Jess voor me draait. Maar er zaten allemaal kopies in. Ja. En dan nodig je gewoon mensen uit die het ook leuk vinden om daar iets over te vertellen. Ja. Alleen... Ja, het moest allemaal wel heel erg oppervlakkig in dat opzicht. Het moet allemaal wel leuk blijven. Maar daar kun je wel wat mee spelen. Dan kunnen we niet, Ger, ons eigen spelprogramma? Dat we dan inderdaad een soort van nieuws doen. En jij bent gek van gadgets, ik ben gek van roddels. Weet je, dat we dat een beetje combineren. Mm-hmm. En dat we dan gewoon elke aflevering afsluiten met... Weet ik veel. Mm-hmm. Is wel leuk. Ja. En misschien is het ook leuk om af en toe dan iemand ervoor uit te nodigen. Maar dat je elke keer iemand uitnodigt. En dat is dan zeg maar je, hoe noem je dat? Je sidekick. Mm-hmm. Elke week. Maar dan sluit je dus af met een soort van spelelement. En dan krijg je daar weer een ranking uit. Ja? En dan gaat iedereen het ook leuk vinden. En misschien dat je dan een prijsje, een leuk klein prijsje. Dat mensen denken, oh dat lijkt me wel leuk om dat te winnen hier binnen. Mm-hmm. Inwoners? Ja. Ja, mensen van buiten uitnodigen vind ik eigenlijk leuker, maar ja, je weet hoe moeilijk dat hier gaat. Ja. Maar ja, iets van een spel, moet ik even over nadenken. Dat zou ik wel heel leuk vinden, ja. Panternieuws. Ja, panternieuws, ja, is wel echt kicken. Maar... Hoeveel panters zijn er in Afrika gestorven vandaag? Oh, dat is ook best grappig. Gewoon allemaal dingen over panter. Ja, kijk maar even. Dan zouden we dus eigenlijk twee banners moeten hebben. Eentje volledig panter. Voor als dan de panternieuws komt. Mm-hmm. En eentje zoals jij hem wil. Voor als jij je stukjes doet. Je zou eventueel ook een greenscreen erachter kunnen doen. En dan kun je dat gewoon visueel... Kunnen we dat ook kopen? Natuurlijk. Oh, dan gaat mijn voorkeur daarna uit. Ja, dan heb je gewoon alles. Maar kunnen wij dat zelf editen? Ik ben namelijk... Ja, is niet zo moeilijk allemaal. Ik heb het dat vind ik wel leuk, denk ik, Ger. Ja, toch? Ja. Ik heb het zelf nog nooit gedaan, maar dat is even kleine moeite. Even kijken. Ja, maar jij kan dat ook wel. Oh, dan ga ik er inderdaad panternieuws ingooien. Dan ga ik allemaal onzin over panter vertellen. Ja. Ja, dat ga ik echt doen. Dan doen we allebei twee rubriekjes. Ik dan gossip en panternieuws. En jij gadget en weet ik veel over rappers of zo. Ja. Maar... Ja, dat vind ik echt leuk. Dat je gewoon leeuwen, of nee, gewoon panters. En dan is er ergens in Nepal is panter Kangchin. Ja. Die dan, die heeft iemand opgegeten en dit en dat en zulke dingetjes. Dat is wel lachen. Wist je dat een panter 30 jaar oud kon worden? Ja. Dat soort dingen. Dat maar dan zou ik het wel een beetje verdelen in meerdere dingen. Want je bent al heel snel uitgeluld over panter. Ja, nee, tuurlijk. Maar je kan het ook over panterprint hebben. Wist je dat dat nu de panterprint de hype van de week is? Wist je dat panterprint hetzelfde is als luipaardprint? Gewoon dat soort dingen. Mm-hmm. Ja, gewoon onzin op een pantertje vind ik echt leuk. Ja. Maar is er wel van te maken hoor. En het kost ook geen rol. Maar als je hem wat groter... Dan gaan we dat bestellen. Als je hem wat groter wil hebben, dan... Nee, we moeten heel de achterkant hebben. Ja. Dat we geen gekut hebben met dat iemand moet zitten... Omdat je anders met je hoofd erbovenuit komt. Dan ben je aantrekken van mij even alleen. Ja, en als we die desk zeg maar lang, of die boot langer kunnen houden, kunnen we doen alsof dat een desk is. Waarheen leidt weg, wij moeten gaan. Gewoon je eigen show. Ja, en ik heb net gedaan, ik wil twee rubrieken, gossip en panternieuws. Ja, dat is leuk, panternieuws. En dan, wist je dat een panter maar 20 jaar oud wordt? Ja, weet je dat? Dat een panter 30 kilometer per uur. Wist je dat er zoveel panters in Arten zitten? Ja, dat gewoon complete onzin. Wist je dat er zoveel verschillende panterprinten zijn? Ja. En dan wil ik afsluiten met de spelelementen. Dat je dan iedere week iemand uitnodigt die bij de desk komt staan. Die dan de hele aflevering bijwoont. En dat we afsluiten met de spelelementen. Dat je een ranking krijgt van Utopianen. Ja. Okay. Maar wat dat wordt... Heb je wel eens gekeken naar één? Dan moet je aan Jessie even vragen. Die had toen de weetjes van Kees hadden namens elke week op. Oh. Dat was echt fantastisch. Ja? En dan zei hij... Ja, als je het nou koud hebt, dan doe je je dekbed. Doe je even de föhn eronder. En dan doe je even warm. Dekbed dicht. Hup. En je hebt geen elektrische deken meer nodig. Zulke dingen ging hij allemaal vertellen. Schoonmaaktips...
Wie maar een yes vragen. Dat is echt grappig. Wie maar een yes vragen. Ga je dat dan online of zo, net als bij je vlogs? Ja, dat wordt denk ik gewoon een kanaal. En misschien dat ik dan een kopje op de webshop aanmaak. Of het worden mijn vlogs, dat het een vervanging van wordt. Nee, niet vervangen. Nee. Allebei ik weet het niet. Ja, maar zoveel vlogs maak je ook niet meer. Nee, dat is waar. Nee. Zie je echt de laatste tijd steeds minder vloggen, ja. Eerst, ja, maar ja, je hebt natuurlijk nu ook veel druk. Maar ik moet zeggen, kijk, het vlog is elke keer hetzelfde, weet je. Buiten is het leuk, want dan ga je uit eten, neem je een vlogje op, je zit in de auto, je bent thuis. Hier, dan kijk ik en dan denk ik, ja, tenzij er echt hele leuke dingen gebeuren. Maar anders is het gewoon, vind ik het, net zoals met die eieren, ja, dat is gewoon hilarisch om dat te vloggen. En dat vinden mensen ook leuk om te zien. Ja. En ben ik nou je lippenstift af? Ja, puntje. Maar zo op zo'n podium, dat vind ik wel echt heel leuk om daar te maken. Ja, dat is wel echt een goed idee hoor. Ja, daar is het podium ook weer voor. Mee. Ik had er helemaal niet over nagedacht. Heel daar hebben we het podium ook weer voor. Dus wordt je weer gebruikt, ook met je dansen. Ja, dat vind ik dan echt wel... Ja, dat is echt leuk. En dan wil ik een scherm hebben. Of een Ger komt net met een greenscreen. Dat is inderdaad misschien beter. Want dan kan je zelf de achtergrond bewerken. Ja. En misschien krukjes erachter, weet je, dat je zo kan zitten. Ja. En dan een statief. Maar ja, maar krukjes kunnen we gewoon maken van hout dat we nog hebben. Alleen een statief, ik heb wel een klein statief. Die heb ik gekregen van de kerstman. Ja. Dus, kan je niet gewoon zo'n boekstatief pakken? Dat je hem daarop zet? Dan kan je ook in hoogte instellen. Daar hebben we ik weet niet of die onderkant erop past. Zou kunnen. Ik heb zelf zo'n statiefje. Dus als we dan een goede, een hoge tafel hebben, zou je hem erop kunnen zetten. Maar ik weet niet of het mooi veel mooier. Nee, maar je kan toch gewoon zo'n statief van een boek zo gewoon zo naar de. Ja, alleen dan moet natuurlijk wel dat puntje moet wel op de camera kunnen. Je kan erop zetten. Je hebt er gewoon je vlogcamera. Zet je hem erop gewoon. Ja. Dat kan. Het is een platte bovenkant. Ik wil daar eigenlijk wel echt deze week ook mee aan de slag. Dat lijkt superleuk. Leuk. Maar echt een heel leuk. Dat is denk ik ook echt goed nu. Voor daarom, nog even de laatste paar weken. Ja. Ja. Mailstalkshow. Ja. Ik moet even kijken hoe ik het noem. Panter. Panter nieuws, denk ik. Ik had toen op weg met de Panter Talkshow. Panter Show nieuws. Panter Show nieuws, De Panter Show, maar dat is ook een show. Ja, je moet eigenlijk een show nieuws heeft natuurlijk show nieuws als naam. En dan rubrieken, achterklapnieuws. Bijvoorbeeld over lifestyle. Ook leuk. Ik weet nog wel de allereerste keer dat je mij ging interviewen. Ja. Daar bij die bar, weet je nog? Ja, maar dat was superleuk. Ja. Alleen ja, dan is het weer net niet. En dan ben ik wel weer zo iemand van, oké, of ik doe het goed of ik doe het gewoon niet. En toen dacht ik van, het was helemaal kut. Toen ging jij nog vragen, wat zou je zeggen als Tim je ten huwelijk zou vragen? Toen wist ik het. Ja, dat idee had ik al. Ja. Daardoor had ik ook al een vermoeden hoor. Zal dan...